We gaan actie houden tegen Joris Demmink, want die wordt altijd maar een hand boven zijn hoofd gehouden. Wat ga je doen? We gaan een protest laten geven voor alle kinderen die nooit in Nederland een stem hebben kunnen laten horen tegen het misbruiksschandaal die in de hoogste top zit. Wie denkt u dat Demmink de hand boven het hoofd houden? Ja, de hele regering en de justitie. Maar ja, hij is zometeen gepensioneerd natuurlijk. En kijk maar naar Berlusconi, hij is niet langer onschendbaar. Maar je mag niet zomaar aan allemaal spullen zitten. Ze worden allemaal dus beschermd. En door wie denkt u dat ze beschermd worden? Door elkaar. Dus politici, justitie? Het is één grote kliek. Koningshuis zit er ook bij. Het is één clubje die elkaar het hand boven het hoofd houdt. En Demmink zegt van, jongens, als ik val, vallen jullie allemaal mee. De vragen die je stelt, ik ken mij toch helemaal niet. Ja, maar toch ook, ja, die mensen toch ook niet. Je kan niet zeggen van, het zijn allemaal gestoorden met een psychische achtergrond die iets tegen het Koningshuis hebben of tegen... Het zijn niet allemaal gekkies. Nee. Als er iemand gek is, dan ben ik dat. En laat de mensen maar zeggen dat ik gek ben. Dat zegt mijn psychiater ook. Waarom doe je dit? Je moet het op afstand doen, waarom ja? Waarom doe je dit? Blijf met die... Hey, doe het even normaal. Met die camera uit mijn gezicht. Ik ga je aanklagen, want je hebt een camera stuk gemaakt. Wie ben jij? Helemaal niet, ik heb je camera niet aangeraakt. Kijk wat je gedaan hebt. Wat is je zaadje, jongens?